Welkom iedereen naar onze rond het herfstvuur. Want het herfstvuur is inderdaad herfst equinox of autumn equinox is ongeveer 21 september. Dus wat we doen bij deze gatherings, proberen we net even voor het feest zelf iets te delen. En dan kunnen mensen op de echte feesten, hebben ze misschien ook materiaal. We beginnen met een hele mooie presentatie van Jiska. Ze vertelde net in de pauze waar het om gaat, maar ik wil nu het woord aan Jiska geven. Nou, het is nu met recording, dus ik zeg even heel kort wat ik net ook zei. Omdat dit natuurlijk de aanloop tot Meben is, was wat mij meteen te binnen schoot, was het thema appels. En daar valt heel veel over te vertellen, want die appels die zijn hartstikke symbolisch in heel veel mythen, legenden, gebruiken, religies. Dus ik heb dat een en ander over opgezocht. Jullie zien het ook staan. Ik ga wat vertellen over wat het in verschillende mythen, folklore, legendes, wat je daarvan kan vinden. En ik zal eindigen met na wat volksgebruiken en gezegdes. Die we met een glimlach en een herkenning vast zullen begroeten, zal ik eindigen met wat ritueel gebruik wat ik voor jullie heb opgezocht. Dus deze drie onderdeeltjes komen aan bod. Dan ga ik naar de mythen en religies. Heb ik, ja, daar valt heel veel te vinden ook per mythe, per religie. Maar ik heb van al deze onderdelen heb ik één voorbeeldje voor jullie uitgezocht. Dan begin ik in het oude Griekenland. Dan gaan we naar het Paris-oordeel. Je ziet hier de drie godinnen Hera, Athene en Afrodite. Die vragen aan Paris om de gouden appel toe te kennen aan de mooiste van hen. Dat was dus nogal een machtig appeltje. En Paris die kiest door Afrodite, maar net niet helemaal zuiver, zou je kunnen zeggen. Want Afrodite die belooft hem de mooiste vrouw, namelijk Helena van Troje. Klein dingetje daarin, Helena was niet meer echt vrij om als vrouw te nemen. Wordt door Afrodite dan alsnog richting Paris gestuurd en start daar even de Trojaanse oorlog mee. Kleine bijzaak bij deze keus voor de gouden appel naar de mooiste godin. Dus het is maar wat een appeltje kan doen. Dan heb ik hier in de Keltische traditie, nog specifieker de Bretonse traditie, heb ik hier een afbeelding van de appelboom, die volgens de Bretonse overlevering uit de mythische wereld Avalon komt. Dat is het eiland waar Morgana regeerde met haar zussen en waar Merlin les gaf onder de appelboom. Koning Arthur zou daar ook begraven zijn. En dat Avalon het appeleiland is, dat is te herleiden, want de Welsche naam van Avalon is Afalak. Als ik dat verkeerd uitspreek, dan hoop ik dat Morgana mij straks eventjes corrigeert. Aval zit er ook in het Welsh. En Apal in het Iers. En dat is dezelfde stam duidelijk als Apple, Apfel en Appel in het Nederlands. Dus Avalon wordt ook wel het eiland der appels genoemd en zou helemaal vol appelbomen staan. De Keltische druïden wordt gezegd dat zij appels aten voor divinatie en profetieën. De Noorse. Hier zien we een afbeelding van de godin Iduna. Het mooie aan haar rol was, zij was de enige die de appels van de eeuwige jeugd kon plukken en kon uitdelen aan de andere goden. En waarom was dit nou zo belangrijk? Wel, de appels die garandeerden de onsterfelijkheid van de Noorse goden. Is ook een keer behoorlijk misgegaan, Loki. Beetje de konkeltjesgod, zullen we hem zomaar noemen.
Loki zorgde ervoor dat zij met haar appels door de reuzen werd ontvoerd. En de goden werden toen al heel snel oud en zwak. Goed om te weten aan de achtergrond van dit verhaal is dat Loki half reus en half god was. En hij switchte zijn loyaliteit nogal eens. En Loki die werd door de goden toen gedwongen om Iduna terug te halen. Hij deed dit in de vorm van een valk. Hij veranderde Iduna in een noot en hij nam haar in zijn klauwen mee terug. En de goden hebben daarop hun jeugd en hun sterkte weer teruggekregen zodra ze de appels weer konden eten. Dus een hele belangrijke rol voor de appel in de Noorse mythen. De Baltische Staten. Dat ligt voor sommigen van ons wat verder weg. En ik verwacht dan ook niet helemaal dat jullie meteen doorhebben wie er op dit beeld staat. Maar dit is de godin Sole. En Sole is de godin van de zon. En ze was dus een hele belangrijke godin. Voornamelijk in Letland en Litouwen. En de appel werd daar gezien als een symbool van de zonsondergang. En daarmee was de appel ook een incarnatie van de godin Sole. Sole regeerde in de zomer als een soort almoeder. De planeten zijn haar dochters. En in het najaar wordt zij zwakker, trekt ze zich meer terug, gaat zij naar haar magische hemelse tuin vol appelbomen met gouden, zilveren en diamanten appels. De rode appels in de herfst, zodra de appels in de herfst rood kleuren, werd dat dan ook gezien als een symbool van de ondergaande zon en het terugtrekken van Sole. Rond de winterzonnewende vierde de Baltische bevolking dan grote feesten om haar terugkomst tot kracht te vieren. En precies op de winterzonnewende trekt ze in een door twee paarden getrokken kar door de hemel. En ze strooit amber door de schoorstenen. Goh, waar kennen we dat gebruik van? Die daar als stukjes zonlicht binnenkomen. Nou, behalve natuurlijk dat wij met die schoorstenen al meteen allerlei associaties krijgen, zijn er nog meer duidelijke voorlopers van de christelijke adventstijd en kerstverhalen die je hierin kan zien. Er is namelijk nog een andere versie waarin haar kar niet door twee paarden wordt getrokken, maar door een rendier. Gaan we naar het Jodendom. Rosh Hashanah is het Joodse nieuwjaar. In die traditie staat de appel voor voorspoed en rijkdom. En tijdens Rosh Hashanah wordt een appel in schijfjes gesneden. Je deelt de appel dus met je gezelschap en die schijfjes die doop je in de honing. En wie dat eet, die vraagt om voorspoed voor het nieuwe jaar. Dan komen we bij het christendom. En dan had ik al in de intro gezegd, die in de nieuwsbrief mee is gegaan, van goh, ken je dat grapje van Adam en Eva, waarin Eva de appel aan Adam gaf? Wel, die gaf ze niet. Daar heb ik een, bij deze verboden vrucht heb ik een verboden filmpje gevonden, want dit filmpje mag niet meer gedeeld worden, is verbannen. Maar vandaar dat het in een slechte kwaliteit, want het is een opname van een opname, heb ik het nog teruggevonden. Ik ga het delen.
Nou, dat is een grapje over het feit, die appel, die gaf ze niet. Maar serieus, die appel die staat helemaal nergens in de Bijbel. Iedereen heeft altijd in gedachten, Eva gaf een appel aan Adam en veroorzaakte de zondeval. Maar dat staat er dus niet. Als je de oorspronkelijke tekst erbij haalt, dan staat er dat de vrucht van de boom van de kennis van goed en kwaad wordt gegeten. En ik heb dus toevallig ook Hebreeuws, Latijn, Grieks en dergelijke heb ik geleerd. En ik heb echt de oerteksten er nog eens bij gehaald. En er staat in het Hebreeuws letterlijk alleen boom en vrucht op een ondubbelzinnige manier. Waar komt dan dat idee vandaan? Wel, waarschijnlijk van de Latijnse vertaling, want in het Latijn is het woord voor kwaad is malus en het woord voor appel is malus. Hetzelfde, maar met voor wat wij nu kunnen nagaan een net iets langer uitgesproken A. Dat moet dus later ontstaan zijn, want het Eerste Testament is in eerste instantie in het Hebreeuws geschreven en later pas in het Latijn vertaald. Maar iedereen heeft in zijn hoofd een appel, is dus helemaal niet waar. Nou, dat zijn een aantal gezegdes die wij vast wel kennen. An apple a day keeps the doctor away. Hoe gezond zijn appels? En ik mag daar graag ook een knipoog naar zien, naar de volkswijsheid en de kruiden gebruiken, de eetgewoontes die vroeger werden aangepakt voordat er een dokter bij gehaald werd. En waar soms verrassend veel nog in zit. De tweede, de schil over de schouder gooien. Het gebruik was vroeger, probeer een appel in één keer te schillen, zodat de schil heel blijft. En als dan een ongetrouwde vrouw de schil over de schouder zou gooien, mag ze zich daarna omdraaien, kijken wat voor letter die schil vormt. En dat is dan de eerste letter van de naam van de toekomstige bruidegom. Daar zitten heel veel links aan met applebobbing, appelvissen. We kennen dat als, nou ja, je laat wat appels in het water drijven en je probeert ze met je mond eruit te vissen, handen op je rug, vooral niet met je handen meedoen en gewoon grappig. Maar er blijkt heel veel symboliek achter te zitten. Van origine was het namelijk het gebruik dat de appels in het water, iedere appel stond voor een love interest van een vrouw. En de jonge vrouw die mocht dan vissen en kijken hoe snel ze die appel te pakken kreeg. Lukte dat in één keer, dan zei het gebruik, zij krijgt haar liefde. Lukte dit in twee keer, dan is het, ja, het zal je lukken, maar die liefde is niet blijvend. En heeft ze meer keer nodig, dan is dat eigenlijk, joh, hè, begin er maar niet aan. En een ander gebruik is dat er niet meerdere appels voor één vrouw, maar dat er meerdere appels liggen en dat meerdere vrouwen tegelijk mogen proberen een appel te pakken te krijgen. En dan werd gezegd, degene die het snelste die appel opvist, die trouwt het eerst. En het volksgeloof daarin is ook nog eens voor jonge meisjes werd er dan gezegd, de appel die je eruit vist, die leg je onder je kussen en in je droom zal je je toekomstige echtgenoot zien. Nou, duidelijker aanwijzingen voor de appel als vruchtbaarheids- en liefdessymbool kan je amper vinden. Ik weet niet helemaal hoe ik daarin moet duiden dat men het vroeger een ideaal cadeautje vond om een flink glimmend opgepoetste appel aan de juf of meester te geven. Maar goed, die bleef maar opduiken in allerlei oude beelden. Dus ik denk, die zet ik er nog even bij. Vroeger gaf men graag een appel aan de juf of meester. Nou, dan gaan we naar magisch en ritueel gebruik. Ik denk dat dit bij velen van ons wel bekend is, maar als je dus een appel overdwars doorsnijdt, dan zit daar altijd het pentagram in. Altijd vijfpuntig. Zo is een appel opgebouwd. En ik vind dat een krachtig verhaal in de appel zelf. Er zijn een heleboel verhalen over appels, maar dit is echt een verhaal die de appel zelf vertelt. Ik heb vier voorbeelden gevonden van magisch en ritueel gebruik van de appel zelf. Het versterken van de liefdesband.
Als je een appel doorsnijdt en deelt waar je geliefde bij is en hem samen opeet, dus nog steeds wanneer je geliefde echt bij je is, dan zou dat het liefdesband versterken. Maar twijfel je aan die liefde? Warm een appel in je handen, vul hem echt met je energie en geef deze in zijn geheel weg aan een beoogd geliefde. Als deze ontvanger hem eet, dan is dat een teken dat je liefde wederzijds is. Dan het onontgonnen land vruchtbaar maken. Als je een tuin opzet of een stuk land in gebruik neemt, dan is een magisch gebruik om appelsap over de te ontginnen grond gieten als een offer, waarna de vruchtbaarheid van het land zal toenemen. En eigenlijk een beetje in diezelfde idee, die vruchtbaarheid, is als je zelf appelbomen hebt, dan wordt er gezegd, bewaar 13 appels van je eigen oogst, dat is een belangrijk getal, 13. Begraaf die in je eigen tuin en het jaar erna zal je een uitbundige oogst hebben. Dit vond ik echter ook nog bij, ik stap nu van de appel op de appelproducten, ik vond ook een andere versie. Pluk 13 blaadjes van je appelboom. Als die blaadjes nog groen zijn, dus als er nog leven in zit, vraag de boom om toestemming. Pluk 13 blaadjes en begraaf die in je tuin. Ook dan zou je een uitbundige oogst voor het jaar daarna vragen. En sowieso wordt het als een goed gebaar gezien om één of meer appels aan die boom te laten hangen voor de fairy folk. En ik zie hierin eigenlijk ook wel parallellen, even teruggrijpend op Lunasa, met de korenmoeder, waarbij de laatste schoof ook op het land blijft staan. De bloesemknoppen, die vond ik heel veel in liefdesmagie. Ik vond heel veel petals en bloesemblaadjes, maar ook bloesemknoppen vind ik in veel liefdesmagie, rituelen, kruidenmengsels, kruidenbundels. Maar vooral die knoppen, die zijn natuurlijk heel erg krachtig. Je kan ze in rituelen gebruiken, je kan ze in infusies gebruiken, buidels. Je kan natuurlijk omkaarsen met de altijd gebruikelijke waarschuwing. Let op als je kaarsen in kruiden rolt. Het is brandbaar. En het hout van de appelboom is heilig voor druïden. En sowieso hebben wij natuurlijk als paganisten hebben we allemaal een sterke band met de natuur. Dus ik denk dat niet alleen de druïden, maar dat wij allemaal het hout van de appelboom daar best wel een band mee kunnen voelen. En het is daarom een hele welkome additie om juist appelboom in een magisch vuur te doen. Er wordt gezegd dat dat het vuur extra voedt en langer voedt. Dank jullie wel. Dat was het voor nu. Zo, hartstikke mooi, Jiska. Ik vind het altijd heel leuk hoe je aan alle gezegdes en wijsheden komt. Maar inderdaad, af en toe zie je de dingen niet goed vertaald zijn. Ik geef net aan dat het woord appel helemaal nergens in de Bijbel terecht of te vinden is. Het is merkwaardig hoe zo een vrucht dan zo een soort bad press krijgt. Maar ja, je ziet het ook in de volksverhalen. Hè? Dus, een appel is niet altijd beter van een appel en met gif en alles en nog wat. Maar hij heeft inderdaad een hele diepe betekenis. Dus het woord inderdaad Avalon, ja, the island of Isle of Apples, afval, dat klopt wel. Dus Avalon. Het is hartstikke mooi dat je daar iets meer bij ons kunnen vertellen. Nou, de vraag is of iemand anders iets te delen heeft. Ik zag namelijk dat Marjolein, die had even aangegeven dat Faun mooi muziek maakt. Dat weten we ook. Maar hij heeft ook een nummer over Avalon, Appels Innis Avalach. Jochem, Soleil, willen jullie iets delen? Even niet iets om in creativiteit te delen, maar ik heb achter mijn appartementje een heel klein tuintje. En daar staan 3 appelbomen in.
En ik heb nooit geweten waarom het voor mij zo belangrijk was om daar appelbomen in te zetten. Maar dat is me nou een stuk duidelijker. Ook weer een antwoord op een vraag. Enkele jaren geleden bij een PFI-conferentie werd een appelboom aan ons gegeven. Eigenlijk aan Lady Baren of Hades. Ik weet niet of ze nog aanwezig is. Maar er werd een appelboom aan ons gegeven voor, als cadeau. Een dank aan PFI voor alles wat we in Nederland doen. Maar Hedy had op dat moment was van, nou, ik heb geen plek. En ik dacht, nou, ik even min. Maar ondertussen heb ik het wel in mijn tuin. En ik zit nu in het derde of vierde jaar. En die zit stamvol nu met appels. En Petra is my witness. Die heeft verleden week. We zaten echt onder mijn appelboom. Even te genieten van de laatste van de zomerzon. Maar het is echt heel mooi om te zien hoe een appelboom, je kan het vrij klein houden. Dus je kan inderdaad een appelboom in je eigen tuin hebben. Maar wat mij bijstaat, je moet de bijen inderdaad even helpen. Tegenwoordig zijn te weinig bijen. En als de temperatuur iets boven de 10 graden komt en een bloesem is, dan komen de bijen op de appelboom af. En ik zei tegen Peter, moet je kijken waar alle appels zijn. Ze zijn mijn hoogte. Want ik moest alle appelbloesem inderdaad met staafmeel. Van de ene bloesem naar de andere om te bevruchten. Dus ik zei tegen Peter, toen de appelbloesem was niet zo lang. Een week of twee of zo. En ik had geen lange mannen die konden mij helpen, of lange vrouwen, om te helpen met het bevruchten van de hogere bloesem. Dus ik heb nu een heleboel appels, maar ook op de lagere niveau, lagere echelons. Maar het is, ik vind appelboom ontzettend leuk. Ja. Ik heb in ieder geval een paar gedichten, wel in het Engels. Zo, de eerste is een appelsong. From Sir Charles George Douglas Roberts. En hier is een hele mooie tekening van het leuk met een boom met een mooi gezicht. En inderdaad, zij is ook zo klein. In een sprookje zie je vaak dat de bomen worden geschud. Vrouw Holle heeft ook, zit ook dat de boom wordt geschud. Dus dat is ook een geliefde beeld van een boom die wordt geschud en alle vruchten komen naar beneden. Apple song. Oh, the sun has kissed the apples, and the apples hanging mellow, red and yellow, all down the orchard scene, make a glory in the green. The sun has kissed the apples, and the hollow barrels wait by the gate, the cider presses drip with nectar for the lip. The sun has kissed the apples, and the yellow miles of grain forget the rain. The happy gardens yet a winter's blight forget. The sun has kissed the apples. All the marsh the cattle spread, white and red. The sky is all as blue as gentian in the dew. The sun has kissed the apples. And the maples are ablaze through the haze. The crickets in their mirth fife the fruiting song of earth. The sun has kissed the apples. Now with flocking call and stir, birds confer, as if their hearts were crossed by a fear of coming frost. Oh, the sun has kissed the apples, and the harvest air is sweet on the wheat. Delight is not for long. Give us laughter, give us song. Een tweede heb ik ook gevonden en die heet Unharvested. En daar zie je inderdaad een mooie mand vol appels. Ik heb ook geleerd dat als je een appel van de boom wil plukken, moet je wachten tot hij inderdaad vanzelf valt, anders is het eigenlijk nog niet rijp. Unharvested, Robert Frost. A scent of ripeness from over a wall,
and come to leave the routine road and look for what had made me stall. There, sure enough, was an apple tree that had eased itself out of its summer load, and of all but its trivial foliage free, now breathed as light as a lady's fan, for there had been an apple fall, as complete as the apple had given man. The ground was one circle of solid red. May something always go unharvested. May much stay out of our stated plan. Apples or something forgotten and left, so smelling their sweetness would be no theft. Vond het interessant, de Jiske die vertelde ook om een hele mooie, volgend jaar mooie harvest. En dan moet je 13 kleine appels van de appelboom laten in de grond, ook weer tot volgend jaar. Er zijn heel veel andere gezegdes over appels, maar ik wil het hierbij laten. Ik heb een mooi gedicht gevonden in het Engels van Emily Bronte. Fall leaves fall, die flowers away. Lengthen night and shorten day. Every leaf speaks bliss to me, fluttering from the autumn tree. I shall smile when wreaths of snow blossom where the rose should grow. I shall sing when nights decay, ushers in a drearier day. Heel mooi, heel mooi. Jochem, heb jij iets te delen? Jij hebt heel vaak al inderdaad ook over gezegdes. We zullen heel veel van deze ook in onze newsletter opnemen. We hebben de laatste jaar heel veel weerspreuken. En ik ga inderdaad ook kijken of we inderdaad over onze herfstnummer, onze PFINL newsletter, of we ook meer gezegdes kunnen vinden over september, oktober, november. Maar misschien heeft Jochem alvast iets voor ons in petto. Helaas, helaas. Ik heb deze keer geen gezegdes of spreekwoorden. Ik had ook een gedichtje. In het Nederlands, uit de serie waar ik eerder dit jaar het lentegedicht en het zomergedicht had voorgelezen, heb ik nu het herfstgedicht. Dat is een elfje van Cor Tone. Herfst, zomersgroen, verschiet van kleur, pigmenten in volle gloed, afscheidsgroet. En dat was het. Ja, die wat kortere gedichten kunnen ontzettend leuk werken in meer ritueelachtig settings. Daarom vind ik het leuk om gewoon gedichten nu te delen en zo. Dus mensen kunnen inderdaad inspiratie opdoen. Vandaar dat het eigenlijk een beetje de bedoeling is van rond onze vuren. Dus mensen kunnen inderdaad misschien een eigen ritueel of eigen ceremonie voorbereiden en verder uitwerken. Ja, ik heb iets kort gevonden. Dat heet Lijsterbessen van Rutger Kopland. De dichtkunst beoefenen is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid constateren dat bijvoorbeeld in de vroege morgen de lijsterbessen duizenden tranen dragen. Als een tekening uit de kindertijd. Zo rood en zoveel. Ja, heel, heel mooi ook. Blijf hem mooi vinden. Ja, ja. Wat spreekt jou aan met herfst? Wat zijn er mensen die zeggen, ja, herfst is mijn echte seizoen of helemaal niet. Ik hou meer van lente. Wie heeft de voorkeur? Voor wie is herfst het mooiste seizoen ooit? Vertel waarom, Jana. Nou, misschien omdat mijn vroegste herinneringen uit die tijd dateren. Toen ik voor het eerst naar buiten werd meegenomen door mijn ouders in de kinderwagen. Het zou zomaar kunnen dat het daaraan ligt. Maar ik vind de manier waarop het ruikt. Ik hou niet van de zomer. Ik hou niet van hele hete dagen en ook niet van heel erg kou.
ik vind het voorjaar ook mooi, maar de herfst, ja, het blijft toch mijn voorkeur. En ik kan je niet eens precies vertellen waarom, maar ik geniet erg van de kleuren, van de herfststormen ook wel. En waar iemand anders me op moest attenderen, maar het is eigenlijk ook heel mooi, juist de verstilling die je soms hebt op dagen waarin je 's morgens allemaal spinnenwebben in de tuin vindt met dauwdruppeltjes erop, is ook heel mooi. Maar de geur van verrotting, ja, sorry hoor, maar ik kan me daar heel erg in verheugen. De rotte bladeren, de composterende bladeren. Ja, nou mensen vergeten, we hebben weinig woorden voor geuren, ook in het Engels. En de meeste woorden zijn inderdaad, om je af te zeggen, iets ruikt muf. Of echt van die woorden, maar omdat ik denk dat geuren zo diep in ons zijn, instinctief. Als je iets ruikt wat niet lekker is of zo, dan ga je gewoon wegrennen of niet eten. Dus we hebben inderdaad heel weinig woorden om het zo instinctief is. Maar die geuren kunnen natuurlijk ontzettend veel herinneringen. En jij noemt een bepaalde geur. Maar ik in het bos, ik kan me altijd herinneren aan een wat ouwachtig geur. En dat was voor mij de geur van lente. Dat was van de wilde hyacinth, oftewel bluebells en zo. Dus een bos heeft ook natuurlijk, met ieder seizoen heeft een andere geur. Maar wat zie je in het bos met de herfst? Het meeste paddenstoelen. En ja, dat is echt een kleur. Verleden jaar was ik in Zwolle. Het is een gebied, het Engelse bos. Ja, hoe kan het anders zijn? Maar ja, dat is gewoon toeval hoor. Maar het was een hele uitgestrekte gebied met een meertje en alles en nog wat. En er waren zoveel paddenstoelen. En ik heb inderdaad een paar foto's gemaakt. Jammer, dus ik zit nu aan te denken. Maar paddenstoelen hebben ook, net een beetje als bomen, af en toe van die tekeningen. Dus niet alleen de fairy rings, maar de paddenstoelen zelf. Omdat ze gewoon ja, heel bijzondere, soms heel abstract. En als je een foto neemt, of ik ga heel dichtbij kijken, wordt het een hele abstractie. Maar het is prachtig. Ik vind die paddenstoelen in het bos. En helaas zijn ze ook in Nederland wat minder geworden. Maar ik heb af en toe ook inderdaad die hele bekende rood en witte. Maar, en al die namen vergeet ik, maar ik weet van de eekhoornsbrood. Eekhoornsbrood vond ik heel leuk. En inderdaad, bos is nu tijd voor paddenstoelen. Dus als je vlakbij een bos woont, zou ik zeker aanbevelen van binnenkort echt naar het bos te gaan. Niet alleen in het bos. Ik zag van de week een inktzwam tussen de tegels opkomen duiken. Oh, wow. Hartjesstad, ja. Ja. Ja, ik zag bij ons bij een bushalte. En daar komen inderdaad ook allerlei wilde bloemen op. Heel veel bewaren dit jaar. Maar ook vorig jaar zag ik ook heel veel paddenstoelen. Dus ze zijn inderdaad niet alleen in het bos natuurlijk. Of waarom is het niet je favoriete seizoen? Wat vind je niet leuk aan de herfst? Ik vind, voor mij is de herfst ook van, ook ja, een beetje weemoed. Van dit, oh nee, nee. Een beetje. Van nee, heel af, veel. Ja, het is een beetje ja, melancholisch. Ja, ik heb daar van... Maar ja, goed, met autumn equinox zijn er ook momenten waar we kunnen ons inderdaad ook reflecteren. En ons voorbereiden, in een zekere zin, op de komende ja, donkere helft van het jaar. Maar het is nog niet echt de seizoen om het te doen, maar het zit eigenlijk in je achterhoofd. Eerst genieten inderdaad van ja, de mooie inderdaad appels. Oktober is natuurlijk het wijnfest. In veel delen van Europa hebben we ook wijnfestivals enzovoorts. Dus het is eigenlijk ook van de vruchten en de oogsten van de vruchten en noten natuurlijk. Dus ik wil gewoon met jullie een kleine ritueel doen, of meditatief moment, waar we inderdaad ook kunnen denken aan alle mensen die ons hulp nodig hebben en energie kunnen sturen. En met name inderdaad mensen in Brazil op dit moment. Er zijn heus waarschijnlijk mensen die jullie aandenken, maar ik geef jullie volop de keuze.
ook aan jullie eigen personen of dieren of planten waar je ook energie wil sturen. En vraag even de zegening, in dit geval van de God. Dus als je het leuk vindt, dan neem ik je mee. Voor ons zijn de bomen een hele belangrijke focus. Bomen laten we ontzettend... We zullen morgen ook zien hoe Joyce contact maakt met de bomen. Maar vandaag gebruik ik een beeld van een bos. En een mooi muziek. We komen samen om de herfstequinox te vieren. En waar kunnen we het beter doen dan in het bos? Denk eens aan het afgelopen jaar en aan alles wat we hebben meegemaakt. Denk aan je eigen geschiedenis, maar ook van je familie, vrienden en hoe wij elkaar kunnen steunen, maar ook hoe we de goden kunnen vragen om ons te helpen. Laten we een beroep doen op ons God die ons beschermt en leidt. Hij die ons de komende herfst ook inleidt. Vaarwel, o zon, altijd terugkerend licht. De verborgen God weer nog blijft. Gelijke uren licht en duisternis. We vieren het moment van de herfstequinox. We vragen de goden om ons te zegenen. Voor alles wat slecht is, is er goed. Voor dat wat wanhoop is, is er hoop. Voor de momenten van pijn zijn er momenten van liefde. Voor alles wat valt, is er de kans om weer op te staan. Mogen wij een balans vinden in ons leven, zoals wij het in ons hart vinden. We vragen ook uw zegeningen voor al diegenen die pijn leiden of vechten voor hun rechten. Mogen zij de kracht vinden om hun strijd voort te zetten. Als we naar het bos lopen, kijken om je heen, spreek even naar de bomen, maar vooral genieten van het lopen naar het bos. Zo langzaam keren we terug. Terug in het hier en nu. Dankbaar zijn voor alles wat wij in het bos, wat wij van ons God, maar ook van ons Godin hebben ontvangen. Hun zegeningen om ons en ook onze vrienden te helpen. Ook als we in de komende donkere maanden komen. Heil en vaarwel. Heil naar alle goden. Blessed be. Dat was van Omnia. En het heet inderdaad Mabon. Dus ik weet niet of Marjolein terug is. Ik had hem al klaargezet om straks te kunnen luisteren, maar ik ben volgens mij al host, dus wellicht kan ik hem meteen laten zien. Zo, wat mooi. Dus we zien weer van Omnia en Faun. Ja, heel veel mensen hebben natuurlijk Castlefest dit jaar moeten missen en vorig jaar ook. Ik zag trouwens Marjolein, dat Hexia in volgende week in
Eindhoven. In Eindhoven is. Dus de mensen die houden van... ja, misschien kunnen ze daar ook terecht. Het is wel leuk, het is ook autumn equinox natuurlijk. Dus ik weet niet of Hexie iets doet voor autumn equinox. Weet jij dat, Marjolein? Nee, ik ken het niet. Ik zou er voor het eerst heen gaan vorig jaar. Toen ging het niet door, volgens mij. Ja. Maar Elvia gaat volgens mij wel door. En wanneer is Elvia? Volgend weekend, volgens mij. Is dat wel volgend weekend? Ja. Zo zie je me. Is op Hexia niet de presentatie van het nieuwe boek van Luna Dea? Oh, dat zou kunnen, ja. Dat was vorig jaar ook daar gepland. Nee, die heeft ze gepland in Zutphen, bij RV Emen. Oh, oké. Okay. Mooi. Goed, we komen aan het einde weer van onze rond het herfstvuur. Ik wilde gewoon één klein ding met jullie nog even delen. Blessings at autumn equinox. Nou, hier zie je een bij. Zie je dat? Maar weet iemand welke plant dit is of welke bloesem dit is? Ivy, klim op. Ja. Ja, heel goed. Hedera. En het begint net te bloeien. Ja, en inderdaad, het begint net te bloeien, want in september bloeit de hedera, oftewel ivy, klim op. En de bijen, die komen op af, die maken, en ik dacht, van, nou, ik heb nooit van ivy honey of klimop honing, nooit van gehoord. Maar een imkervriend van mij, die vertelde van de bijen die nu honing maken van klimop, dat is een eigen voorraad. Dus het is heel belangrijk dat de bijen inderdaad nu, laatste bloesem, kunnen van genieten, van ze maken een eigen honingvoorraad. Dus daarom vond ik deze een hele mooie, om jullie inderdaad in ieder geval blessings this autumn equinox. Ik zal dit ook waarschijnlijk op Facebook delen. Maar in ieder geval, denk aan de bijen. En als je bijen ziet in je tuin en als je een klimop hebt, dan geniet ervan. Want het is echt prachtig om die bollen, het is echt heel mooi. Het is echt natuurlijk uitvergroot, maar die bollen, die bloembollen zijn ontzettend mooi. Dus ik zou zeggen, van als je klimop in de tuin hebt, let even op nu, de volgende paar weken. Nogmaals, als de temperatuur iets boven de 10 graden komt, en dat hopen we natuurlijk ook, zelfs in september, dat de bijen op afkomen. Dus ik wil jullie bij deze echt blessings at autumn equinox heel erg veel bedankt ook voor het meedoen aan onze rond het herfstvuur. En we zullen sluiten natuurlijk, zoals altijd, met een bedankje aan iedereen. En ook allerlei mensen die hebben uiteraard dingen gedeeld. Dit doen wij om de 6 weken. Ik weet niet, Jochem misschien en Soleil, die weten wanneer onze ronde het... Welke ronde, welke vuur is het? Ik ben de draad kwijt. Niet zouden, nou wel. Ik ben bang voor wel. En daar moeten wij de datum nog even van vaststellen. Want we hadden voor een jaar vooruit gepland. En vandaag is de laatste. Oh, wauw. Oh, wow. Dus dat wordt in de comité, dat wordt in de feestcommissie even besproken. Welke datum we gaan. Maar ik vind het een heel leuk idee geweest. Ik ben ontzettend trots. Dus we allerlei YouTube-channel, op ons YouTube-channel rond het Beltane vuur. En als nog een bedankt aan Jochem voor het editing van bepaalde dingen. En ook dat mensen gewoon door het jaar heen ook ideeën kunnen opdoen van hun eigen rond het vuur. Dus hartstikke bedankt Jochem en Soleil voor het volhouden. En ook voor de mensen, Jiske, die heeft ontzettend vaak ook dingen gedeeld. Dus ik denk dat ze ook leuk vond. We gebruiken ook heel veel dingen in onze Pagan World, onze PFI Netherlands newsletter. Dat is heel leuk. Nee, het is ontzettend leuk om jullie allemaal te zien. Ik ga nu inderdaad de recording stopzetten.